Komt het heel dichtbij. Ja, daar komt het dichtbij. Ja. Wij horen nu net dat er nieuws binnenkomt over minister Faber. En er is een tweet, als het goed is, waar we even naar kunnen kijken. Hij komt er nu aan. Zij heeft de Europese Commissie geïnformeerd, hoor ik nu, dat ze voor Nederland een opt-out wil voor, als op het gebied van migratie. Ja. Het gebied van asiel, dat komt dus net binnen. Vandaar dat het even duurt voordat het bij ons zo verwerkt is. Maar heb jij een eerste reactie daarop? Ja, nou, het was natuurlijk aangekondigd dat Nederland dat wilde. Een opt-out betekent een uitzondering op Europese regels op het terrein van migratie en asiel. Dat betekent dat je niet meer meebeslist, maar ook dat je bepaalde dingen niet meer hoeft te voldoen. Denemarken heeft dat. Hè. Er wordt ook vaak genoemd van, nou, wij willen wat Denemarken heeft. Ja. Het lastige is alleen dat je zo'n uitzondering niet à la minuut kunt krijgen. Vaak moet dat bij een verdragswijziging. Nou, die is op dit moment niet voorzien. Nee. En ik ben heel erg benieuwd hoe het kabinet het aanvraagt in Brussel. Nou ja, en Alexander, het cruciale verschil met de Denen zit hem erin, dat de Denen dat vooraf hebben geregeld. Ja, precies. En dit is het aanpassen van de regels tijdens de race. En dat kan dus niet zomaar. En het kan dus ook nog jaren duren voordat je een moment is waarop je dat wel kunt regelen. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben, is naar de motivatie van het kabinet. Want het kabinet is ook heel erg enthousiast over dat nieuwe asiel- en migratiepact. Een veel strenger Europees asielbeleid. En als ze zeggen van ja, als dat mislukt, dan willen we niet meer meedoen. Ja, dat is natuurlijk al een heel ander verhaal. Want daarmee zeg je tegen Brussel, dit is jullie laatste kans om te bewijzen dat jullie iets met dit thema kunnen. En zij tweet hier dus nu over, Hans van Soest, dat we het toch even gaan hebben over de timing. Zo vlak voordat de algemene politieke beschouwingen naar buiten beginnen. Dit kabinet dat werd gisteren wel duidelijk, wil vooral uitstralen, wij gaan het proberen. En we zijn het kabinet van het kan wel. Hè. We laten niet ons bij voorbaat ontmoedigen door mensen die zeggen, het kan allemaal niet van de regels, we gaan het gewoon proberen. Ja. En dat is in alles wat ze willen gaan uitstralen. En of het ook lukt, ja, dat zien we dan later, maar we gaan het in elk geval proberen. Ja, maar jij zegt dus dit kabinet, maar we hadden het net over Nicolien van Vroon over. Mm-hmm. Dus van de partij die zegt, wij gaan het doen volgens de regels. Ja. Wij zijn rechtsstatelijk. Ja, brengt jij haar mee ook in een lastige positie? Nee, want dit gaat wel over een andere discussie in die aanpak van het asielbeleid. Waar de ruzie tussen, want dat mag je het eigenlijk wel noemen, PVV en NSC het overgaat, gaat over het lichten van dat artikel in de Vreemdelingenwet, dat je even een noodtoestand kan uitroepen, waardoor je heel snel regelgeving kan doorvoeren. Dit is echt iets wat ook in het hoofdlijnenakkoord stond, dat we voor de toekomst in Europa een uitzondering willen op migratie. Dus daar krijgen zij dan geen gedoe over. Inmiddels hebben we de tweet. Het is een wonder te noemen. Ze zegt, ik heb zojuist de EU-commissie geïnformeerd dat ik voor Nederland een migratie opt-out wil binnen Europa. Wij moeten ons weer gaan over ons eigen asielbeleid. Ja, timing, hè, Alexander? Ja, het is interessant. Ik weet ook niet of dit het meest slimme moment is om het te doen. Er komt natuurlijk ook een nieuwe Europese Commissie aan. Ja. Die juist op migratie ook nu iemand krijgt. Een Oostenrijker die ook wel heel erg van het strenge migratiebeleid is. Dus soms zullen ze daar ook wel denken van, ja, Nederland wacht eerst eens even af en laten we aan de slag gaan met wat we nu allemaal bedacht hebben. Oké, nou, we gaan eens even kijken in Den Haag. Want daar zijn dus straks die algemene politieke beschouwingen. Maar er is nu een